Premier Mark Rutte was in Leiden. Om aandacht te vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart... liep hij met VVD Leiden een rondje over de Leidse Markt. Veel mensen vonden het leuk om de premier te ontmoeten en met hem op de foto te gaan. Rutte ging daarna door naar het Kamerling Onnesgebouw, waar studenten vragen aan hem konden stellen tijdens de collegetour. Waarom moeten mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, het zijn heel belangrijke verkiezingen. Het is je stad. En de stad gaat over steeds meer. Bijvoorbeeld over zorg, bijvoorbeeld over de jeugdzorg. Maar ook over hoe je mensen die aan de slag willen komen, aan de slag kunt helpen. Hoe je ze kunt zorgen dat er, kijk, achter ons ondernemerschap is. Dat er bedrijven zijn, dat er mensen banen hebben. Allemaal dingen waar een stad zich mee bezighoudt. Voor mensen die het ingewikkeld vinden om te gaan kiezen, wat zijn nou echt de thema's waarop ze de partijen moeten vergelijken als het om lokaal gaat? Nou, ik zou zelf naar een paar dingen kijken. Ik zou in de eerste plaats kijken, wat doet die partij nou met veiligheid? Is die partij voor of tegen cameratoezicht? Zorg je ervoor dat je in zo'n stad veilig uit kunt gaan, dat je kinderen veilig naar school kunnen gaan? Een tweede taak van de politiek is natuurlijk zorgen dat er iets gebeurt in die stad. Hè? Dat er banen zijn, dat jonge mensen ook aan de slag kunnen komen. Een derde onderwerp zijn huizen. En doe je dat op een manier, bijvoorbeeld huizen ontwikkelen, dat het ook nog een beetje met het milieu rekening houdt. Dat het op een milieuvriendelijke manier gebeurt. Maar er is ook nog iets als stijl. Hè. Wat ik leuk van mijn partij vind, de VVD, is dat het van een partij is die ook dingen doet. Niet alleen dingen plannen schrijft. Dus krijgen ze ook dingen voor elkaar. Daar zou ik ook naar kijken. U heeft zelf ook in Leiden gestudeerd. Wat vindt u van Leiden geworden de laatste jaren? Ja, Leiden draait als een tierenlier op dit moment. Het gaat echt heel erg goed met deze stad. Er zijn natuurlijk ook hier problemen. Maar overwegend is het toch een stad die er heel goed bij ligt. En ik ben er heel trots op dat de VVD alweer... Het is drie periodes inmiddels, hè, alweer in het college zit. Ja, volgens mij alweer. We doen alweer een tijdje mee. Ja. Paul Laudy, lijsttrekker in de VVD. Ja, we proberen die stad inderdaad een beetje vooruit te helpen. Dat lukt heel aardig de afgelopen jaren. Ja, want u bent hier dus ook vandaag voor de VVD uiteraard. Ja, inderdaad. Paul zei, joh, kom even langs. We zijn heel druk met die campagne bezig. En ik zou het leuk vinden je even weer de markt te laten zien. En we gaan zo nog een soort college tour doen hier bij het Kamerling Onnes. Allemaal ingewikkelde vragen van studenten. Zeer ingewikkelde vragen van studenten. Dus ik weet niet of het me gaat lukken. Nee, maar dat wordt leuk. En misschien blijven jullie daar ook nog even bij. Ja, was het nodig nog wat extra hulp? Extra hulp is altijd welkom, want het is hard werken, zo'n campagne. En ja, wat kun je nou betere hulp krijgen dan van de minister-president van Nederland en onze partijleider. Dus ik ben blij dat hij er is. Hartstikke goed.